Ja, dan wil ik nu heel graag naar voren vragen en geef haar ook een hartelijk applaus. Ancilla van der Leest. Ja, om even kort te introduceren. Je bent lijsttrekker voor de Piratenpartij. Je stond eerder ook op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de Piratenpartij Amsterdam. Ja. Vroeger Playmate geweest, bij Bits of Freedom gewerkt. Ja. En nu sinds vorig eind, even kijken hoor, najaar 2016 gekozen tot lijsttrekker van de Piratenpartij. Klopt dat zo? Ik heb ook nog een baan bij Brunel als Lead Privacy Advisor. Lead Privacy Advisor. En wat doe je in die baan? Wat is jouw... de titel zegt wel een beetje. Maar... Adviseren over privacy. Oké, nou dat past in ieder geval bij waar we het over gaan hebben, namelijk de Piratenpartij. Ja. Heb je gisteren een fles champagne opengetrokken nadat bekend werd dat Chelsea Manning clementie heeft gekregen van Obama? Niet helemaal. Ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk is het echt fantastisch en ik ben heel blij dat zij vrij is gekomen. Maar het is toch wel een beetje een dubbel gevoel, omdat tegelijkertijd Obama nu die de White House verlaat, geeft hij Chelsea Manning vrijheid. Maar tegelijkertijd is hij ook iemand die wel degelijk de war on whistleblowers heel hard heeft doorgevoerd. Ja. Dus ik vond het toch een beetje mooi sier maken met iets waar hij eigenlijk niet echt... maar goed, dus de fles champagne laat ik even achterwege, maar ik heb wel degelijk... Voor Chelsea Manning, Manning is het echt fantastisch, want eerder zou zij vastzitten tot 2045. Ja, ze heeft al 2-3 zelfmoordpogingen achter de rug inmiddels. Ook omdat ze in solitary confinement is gestopt. En dat doet de mensen geen goed op, zoals gezegd. Nee. Dus ik denk dat het echt dat wel haar leven hiermee is gespaard. Ja. En dat is wel echt. Maar als ik je zo hoor, betekent dit op dit moment nog niet dat de positie van de klokkenluider enorm verbeterd is? Absoluut niet. Want kijk, we zitten nog steeds met Snowden. Er zijn een aantal andere mensen die... Barrett Brown is gelukkig ook net vrij. Maar het klimaat wordt er niet beter op voor mensen die de waarheid aan het licht brengen. Nee, maar daarvoor hebben we de Piratenpartij als het goed is. Zeker, wij staan absoluut voor transparantie van machthebbers. Of dat nou in de overheid is, of in het bedrijfsleven, of bijvoorbeeld ook in de wetenschap, zijn wij ook voor het breder en vrijer delen van informatie die daaruit voortkomt. Ja. Want als we naar de Piratenpartij kijken, dan kennen we natuurlijk, ik denk dat de meeste mensen die de Piratenpartij kennen, weten dat ze opkomen voor privacy, voor transparantie. Waar onderscheidt de Piratenpartij zich volgens jou nog meer in van andere partijen? En dan... Een beetje een kort antwoord. Want anders zijn we 20 minuten het partijprogramma aan het doorlezen. Ik wil het wel weten, maar maak het niet lang. Nou ja, ik zie het partijprogramma en dat is toch wel lang. Dus de belangrijkste dingen. We hebben het kort gehouden, voor zover mogelijk. Waar wij ons echt in onderscheiden is dat wij een partij zijn die echt voortkomt uit het internet. Uit de ontwikkelingen die het internet en de digitalisering van de samenleving met zich meebrengt. En inmiddels begint dat steeds meer te worden. We worden er wel eens van beticht om one-issue partij te zijn. Maar als je ziet... welke onderwerpen de digitalisering allemaal raakt. Ja. Dan is er weinig wat eigenlijk niet... Zoals? Zorg bijvoorbeeld. Mijn collega Matthijs Pontier zit daar. Die doet onderzoek naar ethiek bij robots in de zorg. Op het moment dat de billen van jouw oma gewassen worden door een robot... dan wil je wel graag dat de beslissingen die die robot maakt... Ja. Gebaseerd zijn op enig moreel kompas. Om maar wat te noemen. Het bankwezen, dat is ook steeds meer aan digitaliseren. Van de week is wederom een stap gezet in de war on cash, zoals wij dat noemen. Waarbij de Amsterdamse bussen geen contant geld meer accepteren. En dat is een trend die je steeds vaker ziet. Nou ja, op het moment dat wij volledig afhankelijk zijn van digitaal geld, kortom het bankenwezen, dan gaan we toch wel een hele enge wereld tegemoet. Maar als jullie één zetel halen... Dan, nou ja, je ziet het de afgelopen jaren. Kleine partijen kunnen meerderheden maken. Zeker, je kan heel hard schreeuwen. Precies. Kan heel hard schoppen. Of akkoorden sluiten zelfs. Ja. Als we het nou hebben over onderwerpen die de traditionele partijen, die nog niet zo ver met digitalisering zijn als jullie. 50 plus zegt de pensioenleeftijd naar 65. Helpen jullie ze dan mee? Ja, nee, we zijn überhaupt niet zo'n fan van de voorstellen die 50PLUS over het algemeen doet. Sterker nog, wij vinden dat ze een beetje in een fantasiewereld leven inmiddels. Waarbij de generatie die in die tijd is opgegroeid
ja, toch een beetje over het hoofd ziet welke ontwikkelingen er op dit moment allemaal spelen. En Wilders wordt de grootste partij en zegt we moeten de grenzen sluiten? Ja, daar zijn wij niet voor. Ik zag wel dat je een keer bij Intermediair gezegd hebt dat op zich de PVV dat je dat niet zou uitsluiten als piratenpartij. Is dat nog steeds zo? Wij zijn heel erg van het principe dat je niet bij voorbaat partijen uitsluit. Laat ik even heel duidelijk zijn dat de doelstellingen van de PVV en onze doelstellingen, die staan lijnrecht, ook de basisprincipes staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja. Dus de kans dat wij er samen uitkomen is nagenoeg niet heel. Maar ook een heel erg belangrijk kernprincipe van ons is dat we altijd het gesprek aangaan. Dus als je ons vraagt van wil je van tevoren partijen uitsluiten, dan doen we dat uit principe doen we dat niet. Nee. En dat is iets waar veel mensen wat moeite mee hadden met die helemaal te snappen. Maar dat is wel degelijk een belangrijk basisprincipe voor ons. Ja. Hoe staat het ervoor met de Piratenpartij? In de zin van, ik kijk peilingen, daar is genoeg discussie over. Maar jullie zijn nog niet terug te zien in de peilingen. Oh jawel, we staan regelmatig met 1 zetel in de peiling. Vorige week? Niet volgens mij. Er zijn een aantal verschillende peilingen ook. Dus, ja, maar volgens de Geen Stijlpols zijn we de 2e grootste partij van Nederland. There's that. Nou ja, ik vind dat sowieso interessant, maar dat is eigenlijk de volgende vraag. Wanneer ben jij tevreden? Waar mik je op? Dat is eigenlijk 2 vragen, maar misschien. Met de gemeenteraadsverkiezing hebben we de eerste piraat in de politiek gekregen. In de bestuurscommissie van Amsterdam West. Dat is wat ons betreft de voet tussen de deur. Nu zitten we niet in de Tweede Kamer, we zitten wel in het Europarlement, dat is heel fijn. En als ik kijk naar het afgelopen jaar waarbij in IJsland de Piratenpartij 10 zetels heeft gekaapt, dan... Gekaapt, dat is behaald, ja. Verdiend, absoluut verdiend. Dan biedt dat kansen. Dan biedt dat kansen. Tegelijkertijd, we zitten nu niet in de Tweede Kamer, dus elke zetel is 1 extra. Ja. En ik vraag me bij jullie vaak af... Ik kan jullie niet zo goed plaatsen. En vooral ten opzichte van andere partijen. Ik zag namelijk bijvoorbeeld, als ik de tijdlijn even doorneem, en we hoeven het niet helemaal te reconstrueren, maar er zijn een aantal bestuursleden overgestapt naar Forum voor Democratie. Bij Geen Stijl zat je bij Nazomergasten. En tegelijkertijd stond je op de koffer van Vrij Nederland met de titel Verzet, de toekomst van progressief links. Ja. Hoe rijm jij dat allemaal met elkaar? En wat voor partij levert dat op? Waar staat hij dan? Het is niet een hele specifieke vraag dit. Maar wij identificeren ons niet als uitgesproken links of rechts. Zeker in een tijd waarbij je ziet dat overheid en het bedrijfsleven steeds vaker één pot nat wordt. Zelfs het onderwijs en de wetenschap en het bedrijfsleven. Dan kun je niet echt meer spreken van een duidelijke grens tussen links en rechts. Er zijn ook linkse punten te vinden bij de PVV en er zijn rechtse punten te vinden bij de SP. Dus wij vinden die distinctie een beetje onzin. De bestuursleden die op zijn gestapt, die zijn niet voor niets weg, zou ik zeggen. Dus in die zin zou je niet zeggen dat jullie makkelijk een affiliatie met de Forum voor Democratie. Dat is wel echt een andere club. Ik zat 2 uur geleden toevallig nog met Thierry Baudet voor de quote een monopoliespelletje te spelen. En het valt mij wel op dat er een heleboel partijen zijn. Ja, je verzint het niet gewoon. Ik was even maar apropos. Ja, ja ik ook, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn een heleboel partijen, en Forum van Democratie is daar één van, die een heleboel kansen zien met de digitalisering van de samenleving. En ook een kans zien om de democratie dichter bij de burger te brengen. Ja. Ons hele bestuurlijke stelsel is nog steeds gebaseerd op 50 jaar geleden, terwijl er gewoon een heleboel nieuwe mogelijkheden zijn. En daar willen wij ook graag gebruik van maken. Nou, wij roepen dat al 10 jaar en inmiddels zijn er ook een aantal andere partijen die erop inspelen. En de Forum van Democratie is daar dan één van. Ja. Tegelijkertijd zijn wij een van de dingen waar wij beide erg voor staan, is vrijheid van informatie en het opkomen voor whistleblowers en journalisten die toch echt wel een hele belangrijke functie vervullen in een eerlijke rechtsstaat. Tegelijkertijd zien jullie ook, denk ik, misschien ook al net als Forum voor Democratie, voor meer democratie. Jullie noemen dat e-democratie via internet. Ja. Ik vind het interessant, en dan ga ik het toch erbij pakken, dat hoe kijk jij naar democratie in de overheid? Moeten burgers kunnen bepalen, tot op welk niveau moet burgers kunnen meebepalen in besluitvorming volgens jullie? Nou, als je inmiddels ziet dat handelsverdragen zoals TTIP, CETA en dat soort dingen er doorheen worden gedrukt, terwijl het
compleet niet transparant is, zelfs niet voor Tweede Kamerleden, hoe dat precies in elkaar zit. Ja, dat is per definitie niet hoe een democratie, mm-hmm. democratie behoort te werken. Wij verkiezen volksvertegenwoordigers, die zitten in de Tweede Kamer. Die moeten wel toegang hebben tot die informatie. En op het moment dat ons wordt gezegd, nou, teken dit handelsverdrag maar, want het is beter voor iedereen trouwens wat erin staat. Dat hoeft niet iedereen te weten. Ja, dat vinden wij niet een hele goede basis voor een democratie. Nee, nee. Dat is dus een heel belangrijk onderscheid tussen bijvoorbeeld ons en D66, waar we in principe veel mee gemeen hebben. Dat zij toch wel sneller staan voor klakkeloos zoiets ondertekenen. En dat wij zoiets hebben van, luister, als het niet transparant is, dan willen wij per definitie dat het afgeschoten wordt. Ja. Tegelijkertijd, en ik vind dat interessant, en dat doe ik niet om de hele bestuursledenaffaire boven tafel, want het maakt me niet zoveel uit wie daar gelijk in heeft, en zij zijn er ook niet. Maar er is toen een mailing uitgekomen die iets interessants zei, vond ik. Dus ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Namelijk, wat ik interessant vind aan die brief, er is een brief uitgelekt rondom het vertrek. Het was een openbare... Het is niet uitgelekt? Nee, heel veel van onze communicatie is juist heel transparant en heel openbaar. Maar het gaat erom wat in die brief staat, denk ik. En ik vond het een interessant perspectief op hoe je een partij leidt. En ik ben benieuwd hoe dat zich verhoudt tot democratie en burgerschap. Want aan het einde zeg je, en ik wil het even voorlezen. Dit is dus een brief aan de leden van jou. Wij hebben geen tijd om op elke slak zout te leggen. Wij hebben geen tijd om over elke knoop een paar honderd man te laten nadenken, discussiëren, meebeslissen. Die tijd hebben we gehad. Al die collectieve input moet nu heel snel verzameld zijn en een heldere boodschap gaan vormen. Wij zetten onze partij neer als leider, waaraan mensen kunnen aanhaken, achter kunnen gaan staan en kunnen volgen. Hoe luister jij hierna in de zin van meebeslissen van burgers, leden? Is er een verband tussen hoe jij de partij leidt en hoe jij zou willen dat Nederland geleid wordt? Nou, laat ik heel helder stellen dat wij een hele bottom-up beweging zijn die ontzettend veel transparanter dan welke politieke partij dan ook opereert. Ja. Wij roepen ook iedereen op om constant mee te praten, constant input te brengen. Zelfs als je geen lid bent van de partij, dan nog via platformen zoals Lumio roepen wij echt iedereen op om met ons samen ideeën aan te dragen, om tot een beter beleid te komen. En wanneer is het moment dat daar uiteindelijk... Nou ja, ons heel partijprogramma is gecrowdsourced. Ja. Dus al onze leden hebben meegeschreven aan ons partijprogramma. Op een gegeven moment staat het partijprogramma er. Nou, dan kies je een paar poppetjes. Ik ben een poppetje, Matthijs is een poppetje, die dat mogen gaan verkondigen. Maar dan is die discussie wel op een gegeven moment gesloten. Ja. Want het partijprogramma ligt er. Daar zijn we met z'n allen overeengekomen. Bij de algemene ledenvergadering kan je altijd nog verbeteringen aanbrengen. Ja. Of moties waarbij iets afgeschoten wordt. Maar op een gegeven moment moet je met de materie die je hebt, moet je gewoon gaan. Ja. En is het dan ook zo dat bijvoorbeeld als jullie in die zin in de Tweede Kamer komen en jullie zijn die ene zetel of die twee zetels misschien wel die aan de meerderheid kunnen helpen, dat uiteindelijk de leden daar input voor kunnen geven, maar dat dan de politiek leider in de afweging maakt? Jij? Ik zie mijzelf niet als degene die de partij leidt. Wat dat betreft zijn wij echt een bottom-up beweging. Mm-hmm. Wij zijn samen tot die consensus gekomen met alle input die er verzameld is. En ik zie het als mijn taak om dat door te voeren. Ja. Zo simpel is het. En wat kenmerkt een goede politiek leider volgens jou? Nou ja, zoals ik net zei, we zijn een bottom-up beweging, dus ik zie mijzelf niet als leider. Ik denk ook dat het hele concept een beetje achterhaald is, eerlijk gezegd. Dus in die zin is er niet iemand die op een gegeven moment de knoop moet doorhakken en zeggen? Tuurlijk wel, maar die persoon wordt verkozen. En de oprichter van de Piratenpartij, Rick Volkving, heeft dat op een gegeven moment heel mooi verwoord. Mm-hmm. Die heeft gezegd, de Piratenpartij is zo ontstaan. Ik heb op een gegeven moment gezegd, jongens, ik loop die kant uit. Wie wil aanhaken, loop lekker mee. Ja. En zo is het inderdaad. Maar op een gegeven moment is het wel een breed gedragen. We zijn nu met meer dan 1000 leden. Op een gegeven moment is het wel gewoon een breed gedragen beweging. En ben ik de stem die spreekt namens die beweging. Ja. Zo simpel is het. En ja, wat dat betreft, op een gegeven moment was D66 had ook lijsttrekkersverkiezing. En daaruit kon je kiezen uit Pechtold. Ja.
Ja, dat is niet hoe wij, zeg maar. Nee, maar tegelijkertijd, ja, ik ben er gewoon, ik wil er niet de hele tijd over doorzaniken, maar ik ben gewoon benieuwd of er een moment is waarop jullie als Partij van de Transparantie zouden zeggen, kijk, wij zitten nu in de Tweede Kamer, wij willen een beslissing maken, het land is in crisis, wij kunnen enorm gaan delibereren met iedereen, maar nu moet er gewoon iets gebeuren. En dan op dat moment begrijp ik je argument heel goed dat jullie een bottom-up partij zijn. Maar jij zit daar dan. Ja, zeker. En jij moet die beslissing maken. Ja, de leden hebben ook hun vertrouwen in mij uitgesproken om mij op die positie te zetten. Ja. En dat is volgens mij, hoop ik, niet voor niets. Dus in die zin heb je het omdat ze ook het vertrouwen hebben dat ik daar niet voor mijn eigen hachje zit, maar wel degelijk namens die meer dan 1000 man spreek. Waarbij een consensus is over welke kant het uit moet met dit land. Ja. Wat zou jullie eerste motie zijn als je eenmaal begonnen bent? Wat moet er echt nu meteen concreet veranderen? Vrijheid van beweging vind ik heel erg belangrijk. En dat is ook echt iets wat op dit moment heel erg speelt. Ja, die war on cash is toch wel een dingetje. Ik zou echt niet willen dat wij in een land leven waarbij wij 100% afhankelijk zijn van het bankaire wezen. Dat lijkt me echt zeer onwenselijk. En hoe moeilijk is het om mensen een OV-systeem te verschaffen waarbij je gewoon anoniem kunt reizen, anoniem je kaart kunt opladen, enzovoort, enzovoort. En dat begint nu uitgefaseerd te worden. En ik vind dat hele gevaarlijke, zorgwekkende ontwikkelingen. Ja. En dat lijkt me heel makkelijk te fixen. Ja. En geldt die privacy die voor individuen zo belangrijk is, of waar jullie zo voor pleiten, ook in die zin voor besluitvorming? Is er ergens een ruimte voor geheimhouding in overheidszaken? Kijk, transparantie gaat over de machthebbers die namens het volk beslissen, de volksvertegenwoordigers die een beslissing maken namens het volk en waar op welke feiten die beslissing gebaseerd is. Wat je nu steeds vaker hoort is, ja, wij maken die beslissing, maar jullie krijgen de feiten niet waar die beslissing op gebaseerd is. En dat is gewoon een compleet onwenselijke situatie. Privacy is een burgerrecht. Het is een lage bescherming tegenover een almachtige overheid. En dat is waar die distinctie in zit. Transparantie is voor de machtshebbers en privacy is voor het individu. En dat is gewoon best wel een belangrijk onderscheid wat ons betreft. Zijn er al uitnodigingen om de komende tijd in, ik weet niet of ze weer kleine partijen debatten doen of wat dan ook, staan er debatten op stapel waar jullie aan mee gaan doen? Ja, volgens mij wel. Maar ik ga niet over, ja, ik zie iemand druk knikken, ja. Hebben ze weer lijsttrekkersdebatten met kleine partijen? Of zeker, altijd. Oké, dus de komende tijd zullen we je daar zeker zien. Ik wil dan nog tot slot, ik had het dan een klein beetje gedaan, maar voor een paar dingen het standpunt van de Piratenpartij. Ik denk dat iedereen dan weet waar jullie staan en wat jullie willen. De EU, moeten we daaruit? Ja, nee. Maar wij zijn wel veel kritischer op de EU dan menig partij die nu in de Tweede Kamer zit. Basisinkomen? Wacht, ik maak even mijn zin af. Ja? met name omdat de Europese Unie nu niet optimaal transparant is ingericht. En dat vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling. Als wij door willen met de EU en met een Verenigd Europa, dan moet het ook gebaseerd zijn op een transparante democratie. Ja, maar van binnenuit veranderen, ja. Hoor ik je dan zeggen. Nou ja, binnen en buiten. We zijn ook een burgerrechtenbeweging en we lopen ook mee met gewoon demonstraties. Dus wat dat betreft is de Piratenpartij niet alleen een politieke partij, maar ook bottom-up beweging, burgerrechtenbeweging. Ja. Basisinkomen, goed idee? Ja, we zijn zeker voor meer proeven met het basisinkomen. Omdat wij zien dat de robotisering van de maatschappij gaat een heleboel banen kosten. Ooit was de prachtige utopie, nou, dan zijn de robots er, dan hoeven wij minder te doen. Inmiddels zijn we die utopie een beetje vergeten. We hebben inmiddels steeds meer robots die werk overnemen. En we zijn vergeten dat de hele reden waarom die er zouden moeten zijn, dat het is zodat wij minder kunnen werken. Ja. En een Nationaal Zorgfonds? Ja, dat hebben wij ons ook bij aangesloten. Het enige wat ik dan tot slot, en dan gaan we denk ik naar vragen publiek. Ik vind bijvoorbeeld Edward Snowden, dat is een van jullie inspiratiebronnen, mag ik dat zeggen? Of een van jullie symbolen waar jullie achter staan? Ja, okay. Zeker. Die is echt een libertariër in hart en nieren, volgens mij. Volgens mij heeft hij zich niet daar zo in die manier over uitgesproken. Hoe kijken jullie naar de rol van de overheid in de zin? Moet die klein of groot zijn? In ieder geval kleiner dan op dit moment het geval is. Omdat als je het over Snowden hebt, heb je over het surveillance apparatus. Mm-hmm. Ja. Nou, daar zijn wij
pertinent tegen, omdat het gewoon een compleet ondemocratisch geheel is wat ons allemaal ons onveiliger maakt. Volgens mij hebben we dat in Europa, hebben we dat onlangs nog eens een keer geprobeerd, dat de overheid alles en iedereen in de gaten houdt. Is niet heel goed afgelopen, dus daar zijn wij behoorlijk tegen. Oké, dus in die zin kleinere overheid op een aantal gebieden, maar bijvoorbeeld rondom het basisinkomen of het zorgfonds mag er wel iets meer overheid bij. Nou, het basisinkomen ligt iets genuanceerder in de zin dat we nu zo'n bureaucratie hebben opgetuigd die werkelijk geen zoden meer aan de dijk zet en door de bomen kun je het bos niet meer zien. Dat echt wel een stuk simpeler kan. En tegelijkertijd is de maatschappij zodanig aan het veranderen dat je niet meer op metrics van 20 jaar geleden je maatschappij verder kunt bouwen. Oké, nou, ik helder. Is er... Dat was het slot eigenlijk. Heb je er eigenlijk zin in om in de Tweede Kamer te gaan zitten de komende 4 jaar? Ja. Nee, behoorlijk. Kijk, je moet je een beetje zo voorstellen. In 2012 zat ik mij druk te maken achter mijn computertje over al deze onderwerpen. En ik had zoiets van, oh, dit gaat de verkeerde kant uit met Nederland. En dat kan zo niet langer. En ik moet iets gaan doen. Ik kan het niet langer aan mezelf verantwoorden dat ik dit allemaal zie gebeuren en niet iets doe. Ja. Toen heb ik me aangesloten eerst bij Bits of Freedom, een lobbyclub, en later bij de Piratenpartij. En dat komt echt omdat ik echt zie dat als we deze onderwerpen niet serieus nemen, dat we over niet zo heel lang, 10, 20 jaar, in een volledig niet-democratisch rechtsstaat meer leven. En volgens mij is dat, we willen allemaal in een vrij land leven. Ik wil zeker dat mijn kinderen, kleinkinderen opgroeien in een samenleving die gebaseerd is op dezelfde normen en waarden. Dus die waar is ik... een plicht? Voel je het als een... Nou. Is dat dus waar? Een roeping. Een roeping. Nou, dat vind ik een mooie om naar het publiek te gaan. Zijn er vragen vanuit de zaal? Zo, toen was het stil. Nou, dan was het heel helder, denk ik. Dat was het, ik zie daar iemand. Goedenavond. Ik had proberen helder te formuleren, maar een denker waar ik enorm door geïnspireerd ben is Evgeny Morozov. En ik weet niet of hij zijn ideeën kent, maar in ieder geval, ik vraag me af, dus wat hij zegt is dus de digitalisering van de maatschappij zorgt er eigenlijk voor dat we niet, dat de burgers niet meer kracht krijgen, maar dat we eigenlijk dat we onze publieke zaken, ons publiek goed aan het uitbesteden zijn naar private maatschappijen op vlak van mobiliteit met smart traffic, smart city, vlak van zorg, vlak van educatie, robotisering. En hij zegt ook van, ja kijk, de mensen die dat eerste zullen staan in de rij voor basisinkomen zijn eigenlijk de Silicon Valley entrepreneurs. Want hij zegt van, ja kijk, als we geen jobs moeten hebben, gaan we wel nog steeds die digitale diensten moeten betalen. Zij gaan het niet moeten betalen, maar die diensten moeten wel nog steeds kunnen runnen, want daar is dan onze maatschappij op gebaseerd. Dus hij beticht eigenlijk de Piratenpartij ervan dat ze meezeulen of meeheulen, hoe noemt ze dat? Dat ze eigenlijk de Silicon Valley entrepreneurs veel meer steunen en dat ze veel beter eigenlijk de publieke zaken zouden moeten gaan ondersteunen. Want disruptie is niet altijd noodzakelijk een goede zaak. Een van de dingen waar wij ons hard voor inzetten zijn de zogenaamde commons. En dat is precies inderdaad die publieke zaak waar jij het over hebt. Sommige dingen zijn gemeengoed. En het is ook heel belangrijk om dat goed in de gaten te houden en niet uit te besteden aan de private partijen. En dat is iets, een trend die je afgelopen jaren heel duidelijk ziet in Nederland. Op een gegeven moment is zelfs het water geprivatiseerd. Ja, dat is wel een beetje waar je dan op een gegeven moment toch echt een grens moet gaan trekken. Tegelijkertijd heb ik heel veel respect voor meneer Morozov. En we hebben ook contact, dus ik zal nog eens die discussie met hem... Op een mooie dag zal ik die nog eens een keer met hem voeren. Maar op zich, de vraag is misschien ook een beetje dat in al die innovatie die jullie willen, die grote veranderingen, dat er misschien wel slachtoffers vallen. Of in ieder geval dat er mensen vermalen worden die je niet wilt. Terwijl degene, de habits, ervan profiteren omdat ze daarin mee kunnen. Dat is precies waar onze kritiek vandaan komt. Dat is precies waar onze basisprincipes en onze heel partijbeleid op gebaseerd zijn. Dat de digitalisering... inderdaad die slachtoffers met zich mee gaan brengen, die vooral hem zit in de have-nots. En op het moment dat wij in een veilige maatschappij willen leven, die ook nog eens in de rechtsstaat hoog houdt,
Het raakt zoveel vlakken. Als je het alleen al hebt over de journalistiek en over het feit dat de journalist niet meer met een anonieme bron kan praten. Ja, dan schoffel je gewoon je hele rechtsstaat onderuit. Op het moment dat jij als iemand met geestelijke dan wel fysieke moeilijkheden niet meer een privégesprek kan voeren met jouw arts. Omdat je in het elektronisch patiëntendossier terechtkomt. Dan loop je opeens dus met een heleboel verwarde mannen in de maatschappij. We worden er allemaal niet beter op. En zeker niet van verwarde mannen, denk ik. Ik weet niet of er verder nog vragen zijn daarachter. Ja, het is misschien een beetje een flauw punt ook, maar ik weet nog niet helemaal waar het naartoe gaat. Maar u hebt al aangestipt, u bent geen one-issue partij. En dat ik scande vandaag even het partijprogramma door. En het was eigenlijk een beetje met ontsteltenis dat ik dat inderdaad constateerde. Dat het geen one-issue partij is, de Piratenpartij. Het is, want dit onderwerp, internetvrijheid, privacy, de technologische vooruitgang en alle zorgen die daarbij komen, is relatief nieuw. Maar het gaat eigenlijk iedereen aan en alle kanten van het spectrum. Dus zou zowel een rechtse kiezer als een linkse kiezer hier eigenlijk ook achter moeten staan? Wat ik van het partijprogramma gezien heb, ik vond het wel linksiger dan rechtsiger. Ik geloof dat een van de eerste punten, misschien wel het eerste punt, is dat etnisch profileren moet worden afgeschaft. Dat het verboden moet worden, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die op de Piratenpartij wil stemmen om straks ervoor te zorgen dat, weet ik veel, Jesse Klaver niet kan zien waar die geweest is, daar misschien door afgeschrikt zou worden. Bedoel je eigenlijk dat door het feit dat het geen one-issue partij is, je misschien mensen afschrikt op andere punten, terwijl je ze op dat punt van... Ja, en er is al een hele versplintering aan de gang, zeg maar, vooral meer wat de linkse politiek. En ik weet niet hoeverre bijvoorbeeld een artikel 1 bijvoorbeeld een partijprogramma in elkaar gaat draaien, wat eigenlijk gewoon naast dat van jullie gelegd kan worden, plus nog iets extra's. Dan wordt de vraag van in hoeverre werk je dan samen nog met partijen waar je eventueel... meer aansluiting bij hebt dan bij sommige anderen, maar nou ja. Ja, goed, wij zitten inmiddels in meer dan 40 landen en we bestaan al 10 jaar. Dus vind je het heel erg als ik niet heel erg rekening ga houden met artikel 1, zeg maar? Nou ja, 10 jaar geleden? En als zij punten van ons overnemen, dan jagen we dat alleen maar heel erg hard toe. Wat ik ook hoorde in de vraag is... Zou het niet veel slimmer zijn om juist een hele goede one-issue partij te worden? En ik snap dat technologie het antwoord dat raakt op heel veel vlakken. Maar gewoon één hele goede one-issue partij die opkomt voor onze privacy en die transparantie van de overheid centraal stelt. En daarmee misschien wel veel meer mensen kan bereiken dan dat je nu doet. Door veel meer punten als etnisch profileren, et cetera, daarin op te nemen. Al onze punten komen voort uit het basisprincipe van transparantie en privacy en de veranderingen die de digitalisering met zich meebrengt. Ik heb morgen een debat over, of een interview over bodycams. Over dat de politie overal cameraatjes met zich mee gaat dragen. Wat er met die beelden gebeurt, dat is dan weer een extra vraag. Ja. Als je het hebt over de camera's op Schiphol, die verdacht gedrag signaleren. Kortom, als jij te lang op de wc zit, dan komen ze je halen. Weet je wel, dat soort dingen. En ik denk dat we wel degelijk zowel linkse en rechtse kiezers aanspreken in die zin dat bijvoorbeeld als je ziet hoe snel Turkije is veranderd en hoe snel die lijsten van kritische leraren op het Erdogan-beleid, hoe snel die lijsten klaar lagen. Ja. Dat gaat wel degelijk over dataverzameling. Als je het hebt over Trump en Russische hackers enzovoorts. Nou, dan heb ik best wel wat volgens mij begrijpelijke kritiek op de VVD die zegt, jongens, die stemcomputer is een supergoed idee. Dus in die zin kan je geen one-issue partij meer zijn? Nee, wat ik zeg, digitalisering raakt bijna alle onderwerpen die op dit moment spelen. Okay. Ik zag daar nog een vraag. Daar zie ik het niet, maar daar hou jij in de gaten, Rick. Ja, ik zag daar nog een vraag. Dank je. Ten eerste vind ik het echt
bizar, zeg maar, hoe erg de Piratenpartij zichzelf eigenlijk moet uitleggen. En ik denk dat het ook heel erg met leeftijd te maken heeft. Dat de oudere generatie niet doorheeft hoe erg onze maatschappij aan het veranderen is. Trek ik me niet aan, sorry. Nee, maar ik bedoel, laat ik het wel niet generaliseren. Maar als ik met mijn ouders praat, hebben zij niet door hoe het feit... Zoals ik zou zeggen, weet je wel, bij de PTT Post is een mannetje die alle brieven openmaakt en leest om te zien of er woorden in staan die voor hun relevant zijn. Dan zouden ze dat echt verschrikkelijk vinden en tegen opstand komen. Maar ze hebben wel allemaal Gmail. Weet je wel, dus ik denk dat er een soort van kennis mismatch is, zeg maar, tussen de maatschappij waarin we leven en de mensen die aan de macht zijn, die gewoon wat ouder zijn en niet helemaal doorhebben hoe erg het is. Dus ik vind het echt bizar hoe vaak de Piratenpartij zich moet verdedigen. Maar ik had nog één vraag. Wat vind jij nou de tofste digitale ontwikkeling? Zeg maar, dus iets wat bijdraagt aan de maatschappij. Dat is een lastig, omdat alles heeft een keerzijde. Maar het snel delen van kennis en het democratiseren van kennis, dat is iets waar wij natuurlijk heel enthousiast over zijn. Inmiddels hoef je niet meer van goede huizen te komen of een eindeloos budget te hebben om iets te leren, om je te ontwikkelen. Om een cursus te volgen online of een serie YouTube-filmpjes of goede artikelen over een bepaald onderwerp. Ja. Was ook de belofte van internet, over privacy, ja, ik ben nagenoeg zelf taught op dat vlak. Dus wat dat betreft is het een soort van gelijk speelveld creëren door middel van de democratisering van informatie. En dat is ook een beetje wat raakt aan het onderwerp van eerder. Aaron Swartz heeft daar zijn leven voor gegeven, omdat hij op een gegeven moment als jonge student de documenten van de MIT probeerde vrij te geven. Ja. En gekopieerd heeft en op het internet wou zetten. Vervolgens heeft de FBI hem zo hard achterna gezeten dat hij met een miljoenenboete en een eindeloze gevangenisstraf boven zijn hoofd zichzelf van het leven heeft beroofd. Dus het is behoorlijk tragisch. Maar dat komt wel voort uit het feit van, luister, we hebben nu het internet. En alles is toegankelijk voor iedereen. En dat potentieel kan het echt prachtige, prachtige veranderingen teweeg brengen in de maatschappij. Maar we moeten er voorzichtig mee omgaan. Dat is denk ik de conclusie dan. Ja, de nieuwe technologieën moeten gebouwd zijn op een bepaalde ethiek en morele waarde. Ja. En daar strijden wij voor. Nou, daar wens ik je heel veel succes bij voor de Tweede Kamerverkiezing. We gaan zien wat het wordt. Maar geef haar nu vooral een hartelijk applaus. Anzilla van der Leest. Dank je.